Hoi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is een tijdje geleden dat er een video online is gekomen. En daarom dacht ik, ik praat jullie een beetje bij over wat de situatie op dit moment is. Zoals jullie kunnen zien ben ik ook alleen. En Nienke is namelijk opgenomen. Verder ga ik hier niet veel over vertellen, want het is heel privé. En het is aan Nienke om te kijken wat ze wil vertellen hierover. Wel wil ik jullie even zeggen dat ik dus vanaf nu het kanaal een tijdje alleen moet doen. Voor hoe lang weten we niet. En ik heb natuurlijk wel hulp, zoals het management van GoSocial. Maar alsnog moet ik alle video's nu alleen maken. En jullie kunnen je voorstellen hoe moeilijk het is om een sketch alleen te filmen. Ik heb natuurlijk al heel veel mensen die willen helpen en zo. Dat vind ik ook echt super lief. Maar ja, ik vind het toch een beetje lastig. Ik doe heel erg mijn best om toch nog zaterdag aankomende een sketch online te krijgen. Toevallig ga ik zondag nog filmen. En dan helpt Lotte mij namelijk. Ja. Ik hoop dat jullie gewoon begrip hebben voor de situatie. Ja, over Nienke nog verder. Er is nog niks bekend over hoe lang ze daar zit. Ik bezoek Nienke gewoon elke week en ik zie haar nog elke week. Maar het is natuurlijk wel anders dan het eerst was. Als jullie nou vragen hebben, laat het dan even onder in de reacties. Persoonlijke vragen gaan we niet beantwoorden helaas, maar ja, we proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En het is echt niet alsof Nienke nou uit Saressa is of zo. Echt niet denken. Nee, Nienke en ik zijn altijd gewoon nog samen Saressa. En dat blijven we ook. Wel ga ik jullie in deze video nog maar even meenemen en maken. Want anders is het ook zo'n korte video. Ik ga zo meteen mijn rijbroek aandoen. En dan ga ik richting stal. En ik weet nog niet wat ik ga doen. Want ik kan wel gaan rijden. Maar de bak is helemaal nat. Dus ik weet ook niet of ik dat nog ga doen. Maar ik hou niet zo van water. Ik hoop jullie hier een beetje helderheid mee gegeven te hebben. Ik denk het niet, maar sorry daarvoor en ik hoop dat jullie gewoon begrip tonen, want jullie zijn ons lieve fans. Veel plezier met kijken naar deze video. Zoals jullie kunnen zien ben ik op stal en Max is daarachter even wat aan het eten. En ik wou toch nog heel even terugkomen op Nienke. En ik heb gemerkt dat wij best wel veel de vraag kregen van wat is er precies gebeurd en wat is er aan de hand en waarom zit je daar? En ik snap jullie vragen absoluut. Maar dit is best wel heel erg privé of zo. Hoe ga ik dit zeggen? Nienke zit dat natuurlijk voor een reden. Maar die reden is gewoon privé. En het is natuurlijk niet leuk om telkens weer opnieuw die vraag te krijgen. Waar jullie absoluut niets aan kunnen doen hoor. Want iedereen maakt zich natuurlijk zorgen. Wel wil ik dat jullie onthouden dat er een reden is waarom ze daar zit. En dat het eigenlijk heel goed is. En dat het heel goed van haar is dat ze dit zo naar buiten brengt. En eerlijk is over dat ze opgenomen is. Daarom vraag ik jullie om haar gewoon zoveel mogelijk te steunen in het proces. En trots op haar te zijn dat ze zo naar buiten is gekomen over hoe ze zich voelt. Niet alleen tegenover jullie, maar ook tegenover hulpverleners en mij. Dus bij deze wil ik even zeggen, Nienke, ik ben hartstikke trots op je. En ik zie je snel weer. Zoals jullie misschien op Insta hebben kunnen zien, mag Nienke wel eens naar Contessa toe. En dan voor een uurtje of twee of zo. En daarna moet ze weer terug. Ze mag naar Tess toe, omdat het voor haar een therapeutische werking heeft. Denk hierbij aan eventjes rijden of even knuffelen. Even poetsen met je paard. Dat geeft voor haar al ontspanning. En daarom wil ik jullie eigenlijk vandaag een beetje een lesje leren. Als je je nou eens heel slecht voelt, zoek dan welk dier dan ook gewoon even op. Ook al heb je geen paard, zoek je hond op. Ga even lekker knuffelen met je hond of laat hem even uit. Ga een film kijken en kriebel je kat. Ja, ik wil je gewoon laten weten dat dieren helpen. En ook al zeggen ze niks, toch werkt het tegen een slecht gevoel. Ook al zeggen ze niks, je voelt je toch niet alleen. En
Voor mij is het altijd als ik me echt slecht voel en ik ga naar Max en ik kan hem even knuffelen en even poetsen, dan vergeet ik toch even alles om me heen. Dan heb ik toch even een momentje voor mezelf. En dat werkt voor mij heel goed.